Welcome to the Stein Secret Concert this evening. Tonight we have the honor of Franz Evers, who's going to talk to us about instability of the violin, and John Rose is going to play his augmented violin instrument he made here at Stein. Before we start, I just want to say that the next concert is on the 17th of May, and we'll be presenting one of the new instrument systems we built at Stein called the MIDI conductor system. And there'll be two pieces, a piece by Michael Barker and Frank Holday. Michael Barker is a musician teaching in Hague, Royal Conservatory in Hague. And Michelle's new piece, Abracadabra, will have an open bar repetition performance, an open rehearsal performed by the Bayambe Khan. Also from the egg. And please. En toen John mij twee weken geleden uitnodigde om vanavond iets te vertellen over de ontwikkelingen in Den Haag, met hoge kunst vakonderwijs, met betrekking tot een nieuwe opleiding. Reageerde ik in eerste instantie heel erg enthousiast, omdat het eigenlijk de afgelopen 3 jaar ontzettend veel met mensen gepraat over met name hoe het kunstonderwijs met betrekking tot de media vormgegeven moet worden. Maar die gesprekken die zijn zoals dat in Den Haag altijd gebeurt, dat zijn altijd achterkamergesprekken met deuren dicht, kijken of er geen microfoontjes verborgen zitten. Dus dat is altijd een behoorlijk geheimzinnige sfeer. Daarom is het op zich wel aardig om vanavond in het kader van een geheim concert dingen te vertellen die dus eigenlijk gewoon geheim zijn. En wat mij betreft, ik ben natuurlijk vrij om dat geheim te bewaren. Ik weet zelf niet nu op dit moment nog wat voor geheim ik prijs mag geven. De ellende is altijd met dit soort dingen dat ideeën zijn altijd gepersonifieerd in personen. Dus als je over ideeën praat, dan bedoel je vaak eigenlijk personen. En die zei toen dat, en die ben ik het eens en dat is een doel. Ik zal proberen dat niet te doen. Ik probeer toch me bij de concepten vooral te houden, omdat daar uiteindelijk de titel vandaan komt die ik dankzij eigenlijk het leukste kunstenaar duo in mijn ogen, die in Den Bosch werken, die ook en Alex Adriaanse, die anderhalf jaar terug een manifestatie in Den Bosch hebben gehouden onder de titel Manifestatie voor de Instabiele Media. En dat begrip instabiele media, heb ik gewoon maar gejat, of niet toch zoveel gejat, dus dat mag je dan ook wel doen als je iets echt zo moeite waard vindt, dat je het niet jat om het te willen hebben, maar om iets duidelijk te maken wat je ook zelf vindt, heb ik gedacht, laat ik proberen vanavond vooral het verhaal van de afgelopen 3 jaar, dat is op zich is dat een hele snelle en wonderlijke ontwikkeling geweest, om inderdaad vanuit bestaande onderwijsvormen, met name op het gebied van de elektronische muziek, de solologie, de muziekregistratie, de videovormgeving, zijn eigenlijk tot nieuwe vormen hebben geleid. En wat eigenlijk de afgelopen periode vooral gekenmerkt heeft, is dat elk beeld wat geproduceerd werd, elke gedachte die in dat hele proces geformuleerd werd, eigenlijk steeds na ongeveer 1 week op zijn hoogst alweer verouderd bleek te zijn. En dat betekent dat je elke week moet je opnieuw weer nadenken over die hele materie, nieuwe onderwerpen bedenken, vooral nieuwe woorden bedenken. En elke keer blijkt dat je het verkeerde woord hebt gebruikt. Dat is op zich heel vervelend communiceren, want als je weer geld ergens voor nodig hebt, blijkt dat je dan ineens niet meer een centrum voor audiovisuele media runt, maar ineens het hebt over een laboratorium plastisch geluid. Dan begrijpen sommige mensen niet dat het precies hetzelfde is. En daar heb ik op zich wel begrip voor, maar toch wil ik vanavond proberen uit te leggen wat dan de paradoxale stabiliteit in dat instabiele proces is. Om toch
die wat op die, zeg maar, in dat soort heldere visie, voor zover dat mogelijk is, op een ontwikkeling die heel veel kanten heeft te bieden, heb ik gewoon even op een rijtje gezet, een chronologie gemaakt van die ontwikkeling. En dan begin ik in 1986, toen ik toen net vanuit Utrecht verhuisde Instituut voor Zoologie. Dat is sinds september 86 een onderdeel geworden van het Haagse Conservatorium, het Koninklijke Conservatorium. Toen werd ik uitgenodigd, want er was nog wat geld over, om het onderzoek dat ik al jaren doe, eerst in Amsterdam, later aan Yale, op het gebied van de waarneming van beeld en geluid, waar die dingen samenkomen, waar ze verschillen, om het onderzoek te continueren aan het Instituut voor Zoologie. Ik kreeg toen een aantal uren daarvoor, zo gaat dat, en in eerste instantie een prachtige werkkamer met de telefoon en zo. Voel ik heel gelukkig als je dat de tijd nog niet hebt gehad. Het onderzoek dat kon dus beginnen in september 86 en dat Den Haag, dat maakte in eerste instantie het conservatorium ontzettend leuk indruk, ontzettend veel studio's waren er al. Een enorme hoeveelheid activiteiten die daar permanent zich afspelen, variërend van balletkinderen die daar rondlopen tot allerlei operaklasjes die daar oefenen. En daar loopt dan van alles tussendoor op het gebied van jazz, van mensen die dus alleen maar met computers als muziekinstrument onder hun arm lopen. Kortom, een veelheid van op zich hele leuke en inspirerende activiteiten. Die in ieder geval op dat moment, najaar 86, mij erg enthousiast maakte om te kijken of het mogelijk was dat onderzoek wat ik deed, dat op zich een intellectueel karakter had. Dat was gericht op het schrijven van wetenschappelijke verhalen over hoe dat dan met beeld en geluid zit. Maar mijn interesse begon echt vrij snel te ontstaan hoe dat vormgegeven kon worden in kennisoverdracht in de relatie tot het onderwijs. Dat enthousiasme dat werd enorm aangejaagd toen in november het eerste Image & Sound Festival in Den Haag van start ging en waar een discussie was georganiseerd door Cor Goud, een van de plaatselijke cultuurfilosofen, die toen een discussie organiseerde, want hij kende die Haagse situatie wat beter dan ik. En daarvoor had hij een panel samengesteld, bestaande uit Frans Zwartjes, Jan Simons van het Amsterdamse Theaterinstituut, die met name op het gebied van beeld en geluid en verhalen ontwikkeld. En ene Louis Spoelstra, die net aan de School voor Fotografie en Fotonica heette dat toen nog, een videovakopleiding van de grond aan het trekken. Zoals het altijd gaat met die discussies, dat zijn ondingen, daar komt nooit wat uit, maar het leuke was dat na de hand toch mijn interesse gewekt was om met name met Louis Spoelstra te kijken of het mogelijk was om dat conservatorium met de School voor Fotografie in verband te brengen en om gezamenlijk een nieuwe opleiding beeld en geluid van de grond te krijgen. We zijn toen meteen een aantal projecten gaan starten. Het ligt voor de hand dat je dan leuke dingen die op podium gebeuren op video vast hebt. Dat was toen nog vrij nieuw. Video's waar ik dan nog nooit gezien. Dat was ook de manier waarop we begonnen. Meteen vrij veel spektakel. Binnen de kortste keren liepen daar Indianen met snorrenbotten rond. En daar werden dan videocamera's opgezet. Blacklights werden op het podium uitgevoerd om die beeldeffecten goed te krijgen. En onmiddellijk viel eigenlijk op hoe weinig het conservatorium gewend was om met beelden om te gaan. Mensen keken er bijzonder van op en begonnen ook nerveus te worden. Of dat met het volgende feit te maken heeft, dat op het moment dat het net een beetje begon te draaien, mijn prachtige kamer ineens omgebouwd moest worden tot bandenknipstudio voor de afdeling muziekregistratie en er dus ineens geen ruimte meer was. En toen zei hij tegen mij, ja, god, ik doe toch onderzoek, ga dat maar thuis doen. En binnen 3 maanden zat ik eigenlijk weer in Amsterdam, de Marnixstraat, 4 hoog. En ik dacht, godverdomme, wat krijgen we nu? Dat pik ik niet of zo. En in ieder geval, ik moest daar toch les geven, afwezen, dus dat blijf je dan even doordoen. In rare vacuüm dat eigenlijk meteen al ontstond, ontmoette ik vrij toevallig de raakmakers in de gangen. Nou,
een aantal van die ken ik Dick inmiddels ook waarschijnlijk door de lezing die hij hier nog niet zo lang gegeven heeft onder de titel beeld versus geluid. Waarschijnlijk herinnert hij zich dat nog wel. Dick bleek eigenlijk meteen toen ik iets vertelde over die ervaringen van de paar maanden daarvoor. Zoals we dat van hem kennen, werd onmiddellijk enthousiast en zei van ja, wat bedoel je, dit moet oppakken en doen wat ik kan doen. En eigenlijk is ook door de kracht van de manier waarop de ruimte op dat moment diagnose stelde over de hele situatie in het conservatorium, is er een proces op gang gekomen dat tot op de dag van vandaag in enorm veel vertakkingen verder werkt. Dick schreef een brandbrief. Die brandbrief ging over drie onderwerpen: de integratie met sonologie. Sonologie was vanuit Utrecht naar Den Haag verhuisd en had daar een aantal studio's ingericht, maar gedroeg zich verder nog steeds alsof men in Utrecht zat. Met andere woorden, het leek alsof daar een koekoeksjong in het conservatorium was gekomen, zich niets aantrok. Dick met zijn ervaring vanuit 20 jaar elektronische muziek, want je moet zich voorstellen, het conservatorium dat had al een afdeling elektronische muziek. Vanaf 1966 werden daar composities gemaakt met behulp van allerlei prachtige, op een ogenblik zeer historische, maar in die periode echt een heel mooie apparatuur. En daarnaast werden dus in studio's ingericht die precies hetzelfde, met dezelfde apparatuur, maar met andere instrumenten. Die mensen die noemen zich sonologen. En die ging op een hele andere manier met het geluid om. En op een of andere manier bleef dat ook een eigen wereldje. Het werd ook helemaal niet gecommuniceerd. Kortom, Dick vond het, die vond dat toch een van de belangrijkste punten om aan de orde te stellen. Uiteraard met de intentie om te proberen naar vormen te zoeken die een brede integratie van die hele sonologische en elektronische activiteiten in het conservatorium mogelijk zou maken. Op dat moment verschenen in de pers de eerste berichten dat de fusie in Utrecht tussen een aantal kunstacademieën gerealiseerd was. Dat was de HKU, de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht, uitvoerig gekomen, die meteen heel enthousiast, maar ook bepaald wel driftig, allerlei nieuwe initiatieven op de markt te brengen. Het Centrum voor Muziek en Informatica werd opgericht. Met een enorm interessant cursusprogramma, waar eigenlijk alles wat er in Den Haag, inclusief zoologie gebeurde, toch meteen in een veel aantrekkelijke daglicht werd gesteld. Ik denk dat we hier gewoon te maken hebben met het fenomeen wet van de remmende voorsprong. Zoologie had al 20 jaar achter de rug, Den Haag had al 20 jaar achter de rug. En dat dobbelde mij in Utrecht, was niks in die HKU. En daar kwamen er twee jongens, één uit Den Haag, die bij Jan van Vlijmen nooit de kans had gehad, Tom Hokken, met een idee. Aan de andere kant kwam er een knaap uit Amsterdam, meen ik. He? Hier vandaan. Nou, die vonden elkaar en in no time hadden we een heel nieuw instituut van de grond getild voor een prachtige naam, CMI, Centrum voor Muziek en Informatica. Nou, Dick Raak had door dat je die dingen, dat je daar meteen op moet antwoorden, want anders dan laat je je overroeren. Dus in die brandbrief zei hij van, kom op, we moeten hier in de Raad op zijn minst de schijn hebben, maar liefst ook echt iets doen om te zorgen dat we die jongens toch weer in gaan halen en weer aan de voorkant van het initiatief terechtkomen. Nou, dat alles met ook de situatie in Den Haag dat gefuseerd moest gaan worden met die Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, dat was al opgelegd van Deetman, moest gewoon, of je het nou wilde of niet. Zagen wij mogelijkheden in de gesprekken, juist door het proberen van de grond te trekken van een totaal nieuwe richting, om te kijken of we op een of andere manier een nieuw leven in die bouwen zouden kunnen krijgen. Nou, Frans de Ruiter, inmiddels zitten we ook bij de mensen die hem kennen, staat hij bekend als iemand die er altijd wel in is voor plannen, vooral als goede ontregelende kwaliteiten hebben. Dus die werd onmiddellijk enthousiast en gaf onmiddellijk de opdracht om die plannen in de vorm van een persbericht op een A4'tje te schrijven en op die manier de wereld in te zetten. Een week later stond er in de Wassenaarse Post audiovisuele opleiding in het conservatorium. Nou, dat was precies de bedoeling.
eerste verwarring was gezaaid en de eerste programma's konden al ontwikkeld worden. Als een soort van tegenhanger van het CMI, maar spelend met dezelfde afkortingsneurose, bedachten wij KAM. Dichting zegt van ja, dat is aan de harde kant, maar we bedoelen KAM, Centrum voor Audiovisuele Media. Dat is lekker breed, dat is niet alleen geluid, daar heb je ook beeld erbij, ook nog media erbij en ook nog een centrum, dus daar kan je alle kanten mee op. Dat is ook het leven. Meteen in datzelfde persbericht geclaimd van wij gaan wel even een nieuwe VR opleiding beeld en geluid in elkaar timmeren. En dan zetten we ook maar meteen bij dat het met die fusie prachtig gaat en dat het binnenkort allemaal rondkomt. Het gekke is dat op het moment dat je zoiets zit te schrijven, dan is dat natuurlijk een totale fictie. Het idioot is dat iedereen die denkt, als het gewoon zo'n papier eenmaal bestaat en het rondgestuurd wordt, kanten terecht. En binnen kortste keer gaat iedereen in geloven dat er inderdaad een nieuw centrum voor audiovisuele media in de naam bestaat. En, nou ja, dat hele verhaal verder, dat is het dan gewoon. Wij zaten op dat moment, want Dickie voelde zich zeer verantwoordelijk en die stelde ook voor om met mij een soort team in een soort tenderverband ook alweer van Utrecht naar afgekeken. We hebben ontzettend veel afgekeken, want dan hoef je het zelf niet te bedenken, maar weer veel sneller ontwikkelen. En we dachten daar heb je dat duo Tom Hokker en zijn aandacht kwijt, maar dat hoeft ook niet, dat is zeg maar die ex-Stijn technicus, die zo goed was. Wij ook een tent, dus hop, aan de slag en nou, wat moet je dan als tweede stap altijd doen, moet je een folder laten drukken. En dus werd er een foldertekstje gemaakt met verzonnen een paar mooie cursussen. En toen bleek dus dat boekhouder niet mee doen werken. Nou, daar zit je dan. Dan zit je in een instituut met een omzet van 14 miljoen en je hebt een nieuw idee wat heel leuk gevonden door de directeur. En dan blijkt dat de boekhouder zegt, dat gebeurt niet. Nou, de foldertje breng je naar de drukker. Die zegt, ja meneer, u kunt pas opkomen halen als u 1000 gulden op tafel legt. Dat is echt een heel goedkoop folder, grijs, 1000 stuks. Met een hele dure drukker om de hoek, want dat is dichtbij maar 40 uur. Nou, dus uiteindelijk trek je dan maar je eigen portemonnee om die zaak te beginnen. Nou, dat heeft bij elkaar ongeveer 3 jaar geduurd, dat zowel Dick en ik af en toe een duiveltje moesten trekken om die zaak aan de gang te houden. En inmiddels is die situatie gelukkig gewijzigd. Op een gegeven moment gaat daar echt een rol van af, vooral als dat op gaat lopen. En uiteindelijk, na een half jaar, die 5000 nog niet terug hebben die er al in hebben zitten. Want zover gaat het dan wel. Dat is natuurlijk aan de andere kant ook de lol die je hebt als het eenmaal lukt. Dan kun je zeggen, ja, dat heb ik zelf mee gefinancierd en dat is pas echt ondernemerschap. En al die trotschap van ambtenaren die willen niks, maar wij hebben in ieder geval dit ook aan de hoofd van het gedaan. Dus een klein beetje trots werkt er ook wel op. Maar fundamenteel niet, want die problemen bestaan nog steeds. Nou, op een gegeven moment word je wel behendig in het bedenken van andere oplossingen, daar kom ik zo op hoe je toch op geld moet komen. Dat kan misschien een lesje zijn. Het vervelende is dat nog steeds de boekhouder het allemaal niet wil. We moeten goed onthouden, anders van de grijpen de rest van het verhaal. Die cursussen die gingen we draaien, dat was heel leuk. Louis Polster in eerste instantie nog steeds enthousiast. Gekoppeld aan een van onze eerste generatie muziekregistratiestudenten die wel les en audio kon verzorgen, Raymond Ravenhoek. Verder vonden we een enorme steun in Jan Baans, toenmalige technicus bij het conservatorium, inmiddels hoofdtechnische dienst van de Melkweg. En nu inmiddels ook weer ingehuurd als gastdocent, want zo noemen we dat. We laten ze nooit echt helemaal gaan, maar proberen ze toch weer erbij te trekken. Nou, die wist binnenkort een keer een paar Atari's van zo'n Griet ontvreemden en die werden in een andere kamer gezet en we op een kampcentrum voor audiovisuele media. En toen konden we computer sound en graphics gaan onderwijzen. We zaten alleen nog een beetje met het probleem dat die kon graphics doen. Nou, dan moet je op zoek naar mensen die met computer en beelden in de leer zijn. Op dat moment, inmiddels heeft niemand het daarmee over, want het is gewoon geïntegreerd. In die periode, 87, heel kort geleden, was dat toch een hot item. Dat begrijp ik nu eigenlijk niet meer. Ook mensen 1000 gulden voor over hadden om 8 weken, een dag per week, te mogen leren hoe ze pixels kunnen configureren tot mooie beelden. Maar wij zaten ermee, wie moet dat doen, want op het conservatorium hadden we echt niemand die al beelden kon maken. Dat is een heel groot probleem van sonologie.
Die hebben jarenlang veel te willen doen ook. Frits Wijnand is daar jaren mee bezig geweest. Ze hebben ook alle boeken in de bibliotheek gekocht die op dat gebied bestonden. Maar er is toen nooit een cent voor uitgetrokken. En er werd altijd alleen maar geluid gecomputeriseerd, maar beeld nooit. Ik moet even spieken. Wie was de eerste computer graphics man? Oh ja, dat was Mok. Onze Maleisische vriend die uit het niets opdook, niet helemaal uit het niets, maar ik herinner me dat John al tegen mij zei toen ik in paniek opbelde die cursus moest beginnen en ik had nog geen docent. Hij zei, dan moet je Mok nemen, want die houdt ze voorlopig ook bezig. Nou, toen hadden we Mok en toen kwamen er geen studenten, want zo gaat het dan. Toen kwamen er uiteindelijk twee inschrijvers waarvan één onmiddellijk binnen een uur ruzie met Mok kreeg en een pandemoed verdiend. En die andere jongen, ja, die had ze 875 piek betaald en die wilde gewoon les hebben. Dus daar stond Mok 8 weken lang in zijn eentje met 4 Atari's. Computer in, nee, toen heeft hij ook computer graphics te doseren. Mok ging ook meteen met mij Mok maken en zei van computer graphics, dat is een heel lelijk woord, dat moet namelijk computer imagery heten. Kon de folder dan weggooien, dus bij de volgende een speciale folder laten doen voor Mok. Volgende cursus Computer Imagery en Sound. Hij heeft wel gelijk gekregen, want toen kwamen er 6 cursussen op af en was ik van die cursus financieel rond konden betalen. En het is heel leuk dat van dat eerste project er 7 mensen op in. En dan noem ik bijvoorbeeld een fotograaf die eigenlijk zich gewoon wilde oriënteren, wat is dat nou een computer? Een andere jongen die was net uit dienst gekomen en had al met de kunstacademie opleiding gedaan. En ja, die vond het wel interessant. En op die manier echt alle mensen die vooral uit nieuwsgierigheid, niet zozeer om nou echt een of andere vak te leren of een bijstandscursus, maar gewoon eens kijken wat er dan is. En die hebben toen onder leiding van Mok zijn die bezig geweest met het inschakelen van die computer in het, nou ja, in sculptuurachtige dingen. En daar heb ik een videotapje van wat ik nu aanzet en gewoon verder mee zal laten lopen. Het lijkt me gewoon ook wel leuk als bewegende door. Dit is een presentatie in januari op de open dag van het conservatorium. Waar eerst een soort oefensessie in de gang gehouden werd en later een mooie presentatie in de foyer. Waar dan al die objecten die onder leiding van Mok gemaakt zijn, werden tentoongesteld. Als jullie het goed vinden, kijk gewoon hiernaar. Ik praat ondertussen wel anders, dan zitten we met 10 minuten erin kijken. En dat is nou ook niet leuk. Ik denk dat het goed gaat, tenzij iemand zegt van doe het ook maar niet. Ik denk dat het beter is als ik ondertussen gewoon mijn verhaal doorvertel. Na die eerste aanloop brachten we in maart een tweede serie cursussen uit. Die al meteen een poging inhield om eigenlijk een beetje weg te komen van die informatica, ik zou zeggen waarom we dat wilden. Dat was nog niet geventileerd in de pers of ineens in Utrecht. Werd het CMI opgeheven, of is er in de media gesproken. En er ontstond ineens een nieuw instituut, het Centrum voor Kunst, Media en Technologie. Toen bleek dat wij met onze kleine actie in Den Haag getriggerd hadden dat in Utrecht ineens het college van bestuur van die Haag en Museumdag was geworden. En besloot om dan toch uiteindelijk maar die hele dure stap te nemen en om zich ook met de media te gaan doen. Dus ineens was het niet meer computers en muziek, maar mocht het ook video bij en al die dure dingen. En zoals we inmiddels weten, heeft dat geleid tot een, in ons auto een soort interfaculteit, maar ook weer tot een splitsing. Er is op het ogenblik een heel afdeling beeldtechnologie, is inmiddels door de NLB opgekocht. En wat vroeger het CMI was, is inmiddels een relatief bescheiden departement muziektechnologie. Maar inmiddels, dan staat nog heel terug, een aantal van onze docenten die dachten dat daar uiteindelijk het nieuwe nationale gebeuren op het gebied van de elektronische media zou gerealiseerd worden, hun kennis zijn gaan verkopen. Waardoor we nu in de situatie zitten dat vanuit Den Haag zowat half Nederland met die kennis wordt gevoed. Een van die aspecten weer van die instabiliteit, je probeert iets te pakken en dan ontglipt het je. Nou, wat wij probeerden toen, dat was toch om zowel in de naamgeving als in de inhoud te proberen, is wat verder door te spitten hoe je nou zo'n media
opleiding van beeld- en geluidopleiding vorm moet geven. En daar hebben we toen bijgehaald om te beginnen een vrij wilde move van wat nieuwe media. We hebben al 100 jaar nieuwe media, maar dat is gewoon een film. En dus is het bijvoorbeeld leuk om een experimentele film iets te gaan doen. Daar bleek Babette van Loo, die aan de Vrije Academie in Den Haag werkt, meteen voor de koren te zijn en begon toen in het conservatorium met een groepje studenten een film gaan maken die inmiddels al gerealiseerd is en waar ook een, op zich een leuke vertoning van is geweest, waar ik straks ook meer over daarnaast werd door Dick en mij een dolachtelijke titel achteraf, maar zo ging dat toen nog voet gewoon wat samen. Fenomenologie en psychologie van beeld en geluid gingen doseren. Dat trok ook een paar nieuwsgierige mensen die inmiddels ook verder gekomen zijn in hun ontwikkeling, laten we dat maar hopen. Later is die cursus getransformeerd door de top de taal van beeld en geluid. Dat klinkt wel iets beter, maar is inmiddels ook inhoudelijk wat breder geworden. En last but not least, eigenlijk een hele merkwaardige eend in de bijt. Een cursus compositie en contemplatieve traditie, juist om eens te bekijken hoe het zou zijn om iemand die getraind is in allerlei boeddhistische meditatietechnieken, om die, met mensen te laten werken die zich met die high-tech bezighouden. Om te kijken of het mogelijk is om zeg maar, de hardheid van de media te bestrijden met een zachtheid, vind ik niet het goede woord, maar met een. Je kunt zeggen een bewustzijnsgevoeligheid die juist hoort bij het willen sturen van media in plaats van het gestuurd worden door de media. Nou, dat is dan ook van de grond gekomen. Tegelijkertijd werd er door een groep gewerkt aan het vormgeven van een grondplan, een grondstructuur van die uiteindelijke opleiding die we toch willen realiseren, die vierjarige opleiding die uiteindelijk dan kort geleden als interfaculteit beeld en geluid van start is gegaan. Een groep mensen die toen onder leiding van Frans de Ruijf en Chris Reemers, de directeur van de Academie, bij elkaar kwamen. Daar werden toen bij uitgenodigd Michel Weisvis, René Coelho uit Amsterdam, als een van onze nationale videokunsthelden of zo. In ieder geval iemand die heel lang meedraait en daar toch wel goed kijken heeft. Verder uiteraard van binnen het conservatorium een aantal mensen. Helaas van de school van fotografie weer, want Louis Poelstra die had inmiddels het fiat gekregen om een video vakopleiding te starten. En die zei van dat kan ik ook wel zonder geluid. Dus die is inmiddels voor zichzelf begonnen en draait aan de zijlijn. Dus het is wel leuk, er zijn nu echt twee opleidingen beeld en geluid in Den Haag bijvoorbeeld. Dat is een van de complexiteiten hier. Verder zijn we doorgegaan met het organiseren van cursussen. Deze bijvoorbeeld voor jongens die in het theater werken en dat ze eigenlijk goed willen leren hoe ze die microfoontechnieken en versterking doen. Er blijkt gewoon een stukje maatschappelijke behoefte te liggen van zelfs het omgaan met simpele media versterkingsapparatuur. Dat is al een hele klus. Dat komt een aanbieder dat inmiddels alweer drie keer heeft dat gedraaid. Dat is een blijvertje. Verder gingen we gewoon in het jaar daarop verder weer met die audiotechniek en video vormgeven met inmiddels een nieuwe docent erbij. Computer Aided Media, een creatie die door Jan Paters bedacht is. En MOC was inmiddels vertrokken naar het Media Lab in Amerika, die wil het echt hoog opzoeken. Daar in de plaats van Trevor Bedler gekomen, die onmiddellijk eist, er moeten twee Amiga's komen. Nou, die waren natuurlijk niet weer dat probleem van wie moet dat nou financieren. Dat kon dus niet gefinancierd worden. Dus zijn we toen maar begonnen met houten computers. Want dat is dan ook weer een uitvinding van die draaimakers. Als je niet een high-tech apparaat kon kopen, dan moet je gewoon beginnen met een model te maken. Want daar kun je heel lang weer daar op studeren. En dat heeft ook gewerkt. Dus toen wekenlang computerles gegeven en een computer die virtueel is, die gewoon niet bestond, maar waarvan de studenten steeds meer de overtuiging hadden dat hij echt aanwezig was. Omdat in ieder geval Trevor Bedler in staat is om zo'n vuur van verwarrende informatie op mensen af te sturen, dat ze werkelijk gaan nadenken. En het interessante is ook dat met name die cursus achteraf door studenten als een van de meest bijzondere gewaardeerd is. Dat is toch wel opmerkelijk iets als je over media hebt, dat je dat dan uiteindelijk ook gewoon in woorden kunt doen. Nou, dat soort ontdekkingen die hebben we nog meer gedaan.
Met name toen in november 88 John Cage op bezoek was. Iemand die, dat weten we, met eigenlijk een van de belangrijkste componisten is geweest die zich met veel met nieuwe media heeft bezighouden. Met name radio, handrecorder, computers in de weer is geweest en ook heel veel relaties met andere kunstvormen heeft gelegd in allerlei projecten die vooral tussen 58 en 68 hebben plaatsgevonden. Kees die kwam in Den Haag op bezoek en het programma dat voor hem was ontwikkeld was tot onze grote teleurstelling alleen eigenlijk gebaseerd op zijn puur muzikale werk, dus zeg maar, het symfonieorkest mocht opdraven om allerlei moeilijke stukken te spelen, zang werd aan de orde gesteld. Wat niet aan de orde werd gesteld, waren al die interdisciplinaire aspecten van Cage en ook zijn werk met elektronische media. Nou, toen heeft Dick weer weer ingegrepen, want dat is iemand die echt op een cruciaal moment altijd op een of andere manier de beweging aan de andere kant op kan sturen. En die heeft toen van Frans de Ruiter de toestemming gekregen om tegelijk met het Cage-project een heel ander project in de kosten te houden onder de naam Book 3, The New Media. Boek 3 heeft toelichting omdat in de concepties van het Cage-project er eigenlijk twee projecten sprake was. Het ene waren dan de uitvoerende muziekprojecten en het andere waren de compositieprojecten, traditionele compositieprojecten. Nou, Boek 3 was dan een poging om dat hele boeiende, maar heel moeilijk te vatten gebied van die nieuwe media aan orde te stellen. En daar is toen een ongelooflijk merkwaardig proces op gang gekomen, omdat toen bij de voorbereiding van het project, toen wij eigenlijk zelf na gingen denken over het werk van Cage en hoe hij zich verhoudt tot onder andere die nieuwe media, maar ook op andere aspecten die de componeren beïnvloeden. En wij daar zeg maar eens even in de diepte op gingen, toen bleek dat wij echt tot de conclusie moesten komen dat frisse lucht tot de nieuwe media gereden moet worden. Dit is typisch het verschijnsel wat bij Kees heel normaal is. Op het moment dat je in die man gaat verdiepen, dan word je zelf eigenlijk onmiddellijk tot zo totaal ontregeld dat je tot dit soort conclusies komt en zegt van ja, dus we moeten eigenlijk frisse lucht aan de orde stellen. Dus we begonnen meteen een heel project in Friesland te kopen, op de Waddenzee te bedenken, waar Kees dan met een autobus naartoe moest en waar jongens met microfoons het soppen van de laarzen in de Waddenzee moesten opnemen en dan werd dat weer een video opgenomen. Genomen en zouden we later in een computer komen bewerken. Ik weet niet meer wat er allemaal uiteindelijk uit het voorschijn kwam. Dat was dat er een aantal projecten gerealiseerd zijn. Met name een eetproject, heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling van beeld en geluid zal blijken. Bleek dat Cage een speciaal dieet, een macrobiotische dieet, bijstelde en het leek als leuk een chef om hem te ontvangen. Om ook een mooie keuken te installeren in dat conservatorium, waar die man in ieder geval elke dag gewoon zijn eten dat hij bijstelde moet hebben. De frisse lucht werd uiteindelijk aan de orde gesteld door de Rijnmakers die een mooie duinwandeling in het natuurgebied bij Wassenaar hield. Dat op de video geregistreerd, dus heb ik niet bij, want het is veel te lang om nu naar te kijken, maar het mag ik hier in Den Haag ook kijken. Zeer indrukwekkend tegenwoordig van waarschijnlijk een van de laatste gezonde mensen in een onbesmette natuurgebied. Dat wordt wel als een historisch document. De slotavond waar toen ongeveer een 50 à 60 kunstenaars uit hele Radstad aan meegewerkt hebben, met ook het karakter dat wij onder ogen hadden, waarin dus heel veel media gebruikt werden, werd uiteindelijk gepresenteerd onder de titel Music for the Five Senses, een titel die voor zichzelf spreekt. Een manifestatie die uiteindelijk tot onze verbijstering toch wel het karakter van een happening aan heeft genomen. Verbijstering omdat je namelijk een happening eigenlijk niet hoort te kunnen organiseren. Happening betekent gewoon iets wat gebeurt, maar iets dat gebeurt niet organiseren, dat gebeurt gewoon. De hele enorme activiteiten die toen hebben plaatsgevonden, maar ook dreigen op een gegeven moment het hele Cage-project te verdwijnen omdat er zoveel andere leuke dingen gebeuren, bracht uiteindelijk zo'n spanning met zich mee dat wat we dan echt bij voegen bij die happenings worden, het zogenaamde autoriteiten pesten of een uitlok van het provoceren van
ja, van negatieve uitspraken en kwaliteiten. Dat lukte ook in dit geval. De avond volgend op zeg maar, de slotshow, dat is een ochtend altijd verwijzen dat misschien wel de rotzooi er dan over ligt, werd er op een hele felle manier negatief op dat hele project gereageerd van ja, dit is echt 60-jarig gedoe. Ja, dat klopte, want dat was ook wel net de bedoeling om bij Cage, die dus toch eind van de 60 jaar met die nieuwe media in die interdisciplinaire aspecten heeft gewerkt, om dat net aan de orde te stellen. Dus het leuke is, of het paradoxale alweer, is dat je succes kunt hebben door op je social media te krijgen. Want dat was dan de consequentie van zoiets. En dan kom je dus uiteindelijk tegelijk te zitten met het gevoel van pijn dat op je social media krijgt, is gewoon niet leuk. En tegelijk is het gevoel van hé, het is gelukt. Nou, dat zijn typisch het soort gevoelens die ook steeds in die hele media opbouw met zeg maar, onder andere die financiële kanten, met het gezeik van die boekhouders en portiers die het allemaal niet willen. Dat spel met een ander. Ondertussen weer geslingerd worden tussen enthousiasme en creativiteit. Zoals dan bijvoorbeeld toch op zo'n manifestatie, dat vindt dan iedereen leuk als je met wat zand in de weer gaat en op een open dag mag het allemaal. Want met het echt, als het dreigt stabiel te worden, dan wordt het onderuit gehaald. En dan zit je eigenlijk weer voor de noodzaak, hoe moet je dan verder en hoe ga je nu zoiets toch verder vormgeven. Nou, wat we dan onthouden van dat moment, dat is de uitspraak van Cage, die op een gegeven moment een van mijn vragen, waarom die met plastic gordijnen componeerde, dat begreep ik echt niet antwoorden. Hij zegt, ja, als je componeert, dan componeer je niet alleen in de tijd, maar ook in de ruimte. Als er in die ruimte plastic gordijnen zijn, dan moet je die plastic gordijnen in je compositie meenemen. Dit is een van de belangrijkste suggesties geweest waar je laat vertellen en laat wel op het moment zijn, zolang je alles op een tijd en ruimte kunt definiëren, kunt gewoon doorgaan met deze ideeën. Nou, dan komt 89, dat is zeg maar een cursus gedoe, dat loopt gewoon door, dat lijkt nog steeds mensen aan te trekken, dan gaan we weer. Inmiddels heet die computer composition, weer twee nieuwe docenten bij, want het blijkt dat computerdocenten heel instabiele mensen zijn, die verdwijnen heel snel. Dus een soort, ik weet niet, dat beklijft niet. En toen meen ik Daniel Brandt en Pat Griffin, die zijn toen ingedoken en die hebben ook weer een stoot gegeven aan aantal figuren. Die kan nu af, want dit is natuurlijk bij mij. Dat heeft nog niet met dit verhaal. Dan komt er ineens een nieuwe fase, dat staat hier in het TAM-project. Nou, TAM dat staat voor Traiteur de Laar in la Muziek. Een kreet die bedacht is tijdens het Cage-project toen van de Amerikaanse ambassade ineens het verzoek kreeg, omdat ze door hadden, hey, jullie weten nog iets van keukens, kunnen jullie op onze kosten voor John Cage een receptie verzorgen? Nou, dat was natuurlijk niet aan Kolfmans broer gezegd. En onmiddellijk werd daar weer een heel concept met paddenstoelen, een prachtige. De idee waar eigenlijk zo'n 15 man mee bezig zijn geweest om dat te realiseren, dat is toen zo'n succes geworden, die party dat is gaan rondzingen in Den Haag. En 3 maanden later kreeg ik ineens het verzoek om voor de economische zaken van de gemeente een party te organiseren, een food party. Ja. Het begin van een nieuw concept waarbij blijkt dat je, in dit geval hebben we toen genomen, de film die door Babette met die studenten, met die kampstudenten gemaakt is, een film die eigenlijk gewoon heel simpel een studiefilmpje is over Den Haag, het afbreken van het Chris Bernhard viaduct, de kunstwerken die daar in de buurt van het conservatorium zijn, maar op zo'n manier gekut en van geluid voorzien, dat dat een heel, toch wel een hele leuk spectaculair experimenteel filmpje opleveren, maar het filmpje wat je eigenlijk op het moment dat het af is weer op een plank moet leggen, want waar moet je dan in godsnaam programmeren? En ik dacht toen ik die uitnodiging kreeg voor weer een receptie te maken, dat nou dat is leuk. Op die manier kan ik zeg maar dingen die ik nergens anders kan laten zien in een soort van koppelverkoop, want ik moet eerlijk bekennen, ik word wel commercieel tegenwoordig, gewoon niet te veel over nadenken die dingen gewoon doen. Dus zeg maar, al die bobo's die erop liepen, een hele stuk wethouders en ambtenaren die in recordtempo borrels achterover weten te slaan, als je er dan goed eten bij zet. En nou, dan blijkt dat je met hele gekke dingen aan kunt komen. Dat vinden ze echt leuk. Heel onbegrijpelijk. Dat vinden ze echt, dat ging in als koek, heeft inmiddels ook weer een nieuw TAM-project gelegd.
Ineens een hele andere draai. Het Haagse Gemeentemuseum komt in de picture. In diezelfde periode, voorjaar 89, op verzoek van de muziekafdeling, een officieel gesprek tussen de directie van het conservatorium en het gemeentemuseum over samenwerking. Bleek dat het museum graag nieuwe onderwijsactiviteiten wilde organiseren vanuit de ervaring dat de afgelopen 30 jaar in de museale wereld vooral onderwijs aan lagere scholen en middelbare scholen van de grond is gekomen, maar dat het eigenlijk de zot is dat alle kennis die in zo'n museum aanwezig is, niet beschikbaar wordt gesteld voor het hoger kunstonderwijs. Nou, inderdaad was dat inderdaad, zeg maar, beeldende kunsten die komen niet in het museum en vice versa. De relatie met het conservatorium was al wat langer bestaan. Er is inmiddels een collectie elektronische muziekinstrumenten, is daar nu ruimmakers volgend uit ideeën van haar is in het museum een collectie elektronische muziekinstrumenten terechtgekomen. En naar aanleiding daarvan, die contacten die zijn dus al een aantal jaren oud, werd dan ineens het verzoek geformuleerd of wij cursussen die we toch al in het conservatorium gaven om die in het museum te doen, andersom om het museum te gebruiken om nieuwe cursussen tot ontwikkeling te brengen, die dus het kunstonderwijs weer zouden kunnen stimuleren. Nou, toen hadden we toch op de rommel staan dat die cursus de taal van beeld en geluid gegeven moest worden. Dus een paar weken later zaten we voor het eerst, terwijl het museum dus dicht was, want misschien weten jullie ook nog dat Fuchs, toen hij daar nieuw kwam als directeur, onmiddellijk het museum heeft gesloten voor 6 maanden om de muren te witten en dan ook, denk ik, de oude vibraties eruit te krijgen. En toen was het ontzettend leuk om met een heel klein groepje van 12 studenten daar elke woensdag in dat prachtige gebouw ineens dat verhaal te vertellen waarvoor we eerst in obscure ruimtes van het ministerie van Buitenlandse Zaken terecht moesten. Wat dan om de hoek zit, want het heeft een ruimte nodig, zo gaan we weer handelen. Ineens zaten we in dat museum. Ik ga even snel verder. Ondertussen een proefproject omdat vrouw Holle in Amsterdam was gestart. Dat wilden we ook uitchecken. Dat die had nogal pretentieus en ambitieuze plannen om toch tot een soort van bijeenbrenging van het krachtenveld in de media, om daar een soort van was een sociëteit achter gebeuren van het hele project gedaan, was op zich aardig, maar bleek er ook al dat het van Holle, nou, dat het niet echt een groeikans had. Inmiddels is het mee ook gestopt. Gaan we weer verder met cursussen en dan in augustus een van de gekste tentoonstellingen van de afgelopen jaren, dat was een antica muzika, ook weer dit jaar maakt, die het open muziekinstrument in de kunst en antikunst aan de orde heeft gesteld. En waarbij ook onmiddellijk zeg maar de relatie muziek en beeld ineens op de voorgrond kan staan, omdat al die muziekinstrumenten die door componisten bewerkt zijn in die hele naoorlogse periode, waarin dus door componisten die instrumenten bewerkt worden, krijgt dat bijna als vanzelf een hele beeldende kwaliteit. Denk er maar even aan Nam June Paik, die dus ook op die tentoonstelling vertegenwoordigd was. Na die antica musica zijn we eigenlijk onmiddellijk doorgestoten om te proberen die plek die namelijk heel erg goed voelt, om daar, omdat het ietsje, laat ik zeggen, er lopen geen kinderen rond, daar begint het dan met de, wordt ook niet geschreeuwd, maar het is een ietsje plekkiger en interessanter de sfeer dan in zo'n conservatorium, waar we zich voorstellen kinderen vanaf 8 jaar tot 28 rondlopen. De echte kunstsfeer die krijg je daar niet gauw. In zo'n museum heb je die kunstsfeer gratis, daar kun je gewoon meteen gebruik van maken. En het blijkt ook dat is inmiddels zeer krachtig gebleken, dat het verder uitbouwen van die zaken, dat waarschijnlijk voor de komende jaren iets heel anders zal gaan. Nou, toen hebben we meteen na die antica musica een andere cursus, die eigenlijk een onderdeel van de zoologie cursus was, die hebben we gewoon losgeknipt uit die cursus, gedeconstrueerd, zoals dat speelde, zo netjes weet. Want anders heb ik het al gesloten. Daar hebben we in ieder geval ook naar het museum toe. In relatie tot die elektrische en elektronische instrumentencollectie, waardoor men ook eigenlijk die hele ontwikkeling van synthesizers, computers, die inmiddels daar allemaal gecollectioneerd zijn, aan de lijf kan bekijken, betasten en bestuderen. Om op die manier dus zeg maar het onderwijs in verband te brengen met wat gewoon daar
voor de opraken ligt om in het onderwijs te investeren. Nou, dat hebben we in de afgelopen periode, toen zijn we eigenlijk die cursus die we vorig jaar voor het eerst experimenteel gedraaid hebben, die zijn we op grote schaal gaan uitventen. Daar horen dan die volgens bij, Antifa Musica, elektro-instrumentatie en deze toen de taal van beeld en geluid, die hebben we meteen aangeboden aan de studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, de Vrije Academie, studenten van de Rijksuniversiteit Utrecht Muziekwetenschap en studenten van de Rijksuniversiteit Leiden Kunsthistorie. Nou, dat is net achter de rug eigenlijk, februari en maart hebben we die cursus gegeven. Dat was voor ons toen een spectaculair succes. Er zaten op de meest volle momenten meer dan 90 mensen in de zaal. Die moeten zich voorstellen van 's ochtends 10 tot 's avonds 10, 5 lezingen komen volgen. Op zich op moeilijke gebieden. Er zit een linguistisch verhaal, zoals het verhaal van Rijmakers, een fenomenologisch verhaal. Mijn verhaal over synesthesie vanuit de psychologie zat erbij. En een puur kunsthistorisch verhaal. En dan tot slot zijn toetje met. Wat dan genoemd werd de taal van de zwijgende film, een filmhistoricus uit Leiden die de oorsprong van de filmgeschiedenis in kaart bracht. Nou, dat is ineens zeg maar tot een soort, dat heeft tot een mix van publiek geleid die voor mijzelf na jaren eigenlijk heel leuk maakt om les te geven, want het blijkt gewoon ontzettend leuk te zijn om niet alleen studenten in de groep te hebben, maar ook toehoorders, zeg maar, die al wat ouder zijn, die niet voor punten of voor een diploma komen, die gewoon puur interesse of zo'n verhaal komen volgen. Het blijkt dat als je die, zeg maar, dit soort groepen gaat mixen, dat je dan een veel leuker publiek krijgt, waar ook de kwaliteit van de verhalen door gaat toenemen. In mijn geval bijvoorbeeld, normaal bereid ik zo'n lezing in 2 uur voor, en dit keer had ik er 7 uur voor nodig, omdat je durft te geven. Seconden meer, zeg maar, improviserend te werken. En dat moet dan. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel veel, maar het is voor de kwaliteit van het onderwijs. Ik werk gewoon erg goed. Ik denk ook dat bij die andere docenten tot een. Ja, als je zo'n vrouw volle bak moet, het is toch echt een. Zo'n zaal vol met 5 giganten, als je er tegenover moet staan. Dan moet je goed geprepareerd naar goed komen. Nou, dat is dus een heel leuk succes geworden en dat gaan we het komende studiejaar weer verder doen. Nou, allerlaatst, kort geleden in Gouda, 3e Traiteur de Leij, Edelaar Muziekproject. Met 2 onderdelen, een visbanket dit keer. Om eigenlijk, dit is dan een club van het Stedelijk Museum Gouda, waar sponsors, dat zijn een plaatselijke industriëlen, van Bergenburg, Sichel, dat zijn allemaal die rijke, en overigens zeer opvallend, dat al die industriële bedrijven hele grote. Dikke mannen te zijn die ook heel veel meer eten dan volgens de receptenboeken. We hadden voor 100 man eten neergezet en er kwamen er 70 en ze hadden het net niet tekort, maar het zijn niet tekort. Maar ze vonden wel, zeg maar, dat was dan het eetgedeelte. In dit geval werd het kunstproject werd door Tamar Sterren gepresenteerd, die wij kenden van een aantal jaar terug, dus een van de eerste kampcursussen heeft gevolgd, die zich sindsdien als geluidskunstenaar heeft ontwikkeld en die dit keer het verzoek heeft om het museum tot klinken te brengen. Nou, het was een zeer moeilijke opgave is gebleken, maar die op een hele leuke manier gedeeltelijk met een prachtig gemonteerd videoverhaal over schilderijen die in het museum hangen, voor een deel met een abstracte klankimpressie van het geluid van de vloer in dat eeuwenoude museum. En als een derde deel in een live performance een heel mooie Louis Sajou figuur heeft geslingerd, hangend aan een touw in de kapel, die daar dan onderdeel van het museum is. En waarbij de mooiste klanken geproduceerd hebben. Nou, alweer blijkt dan dat dit, dat zeg maar die beetje griezelige formule gewoon van. De kunst en goed eten, dat dat toch niet alleen maar een flauwe manier is om mensen zeg maar, met wat wilde dingen door hun slot te duwen, maar het werkt dan ook nog, althans ik vind dat dan toch een leuke uitspraak als je dan van die grote vrije huurkiels na afloop hoort en dat wij er dan op enkele manier precies dezelfde bewoordingen hun ervaringen van de woorden dachten. En als kinderen zeggen, we hebben dat gevoeld, dat lijkt dan. Nieuwe ervaring zijn. Nou, ik ben toch wel blij dat zoiets echt met open kan werken. Nou, we zien dus, we gaan gewoon met die cursus doen. Dus even kijken, weer nog wat. Dit is het programma van het komend jaar.
Weer een nieuw element in. In augustus proberen we dus die hele elektronische muziek in een nieuw jasje te presenteren in het kader van de Amsterdamse Zomeruniversiteit. Een opzet die ik op verzoek van Steve Austin recent gemaakt heb en daarmee inmiddels een flink aantal mensen nogal overgevallen, omdat ik het gewoon vroeger belde ik netjes op van je zou je alsjeblieft mee willen werken aan en dan moest ik dat uitleggen. En ik heb nu gewoon eens gewoon op brieven geschreven en wauw, kijk hoe ze reageren. Nou, dat weet ik dus inmiddels. Dan blijkt dat dat dan toch wel als een overval ervaren wordt, maar het interesseert me verder niet meer. Het idee is om namelijk in die cursus een poging te doen om zeg maar de hele oude problematiek die ik even maar heb aangeraakt met sonologie in Den Haag, een benadering die me niet wilde veranderen, om inmiddels zeg maar eens even helemaal doorheen te gaan en te kijken waar zitten nu die kwaliteiten. Er is een traditionele sterke verbinding, beter gezegd Stijn is zelfs een baby uit het hele Haagse vruchtbare historische begin van de elektronische muziek. Daar ligt dus een echte historische wortel. Het idee is om nu is die hele link van die kwaliteiten zoals ze al jaren bestaan, maar niet echt geprofileerd naar buiten te komen, om die eens op een nieuwe manier dus niet vorm te geven, maar gewoon dat we proberen los te pellen. Dat is ook, heb ik steeds meer gemerkt, de grootste problematiek in het soort instellingen als het Koninklijke Conservatorium. Je had niet voor mogelijk wat voor kapitaal aan kwaliteit bijvoorbeeld, maar het is allemaal onder, als het ware, onder het zeil geveegd door stupide bureaucratische procedures, door nonchalance, door slijtage van slechte omgangsvormen, waarschijnlijk ook door het hele fenomeen 150 jaar ambtenarij, die vroeger hoorde constituut, was gewoon op het ministerie van Onderwijs. Alle ellende die daarbij hoort, die inmiddels eigenlijk al die kwaliteit heeft overspoeld, maar als je er maar genoeg bent, zeg maar, met zandstralen en waterstralen op gaat staan, dan hoef je dus zeg maar die hele kwaliteit die moet niet te veranderen, die hoeft eigenlijk alleen maar zichtbaar gemaakt te worden. Nou, dat is een poging omdat binnenkort al is dit zomaar één van de mogelijkheden om dat te proberen te doen. Om met name die relatie die er dan inmiddels is tussen Stijn, het conservatorium en het gemeentemuseum, waar dan die collectie instrumenten zit, om die aan de orde te stellen. We hebben het dus niet over beeld ervaren, maar puur is even de hele, zeg maar, de belangrijke traditie van de elektronische muziek in Nederland. En specifiek dan weer om de elektro-instrumentale cultuur aan de orde te stellen. Nou, het gaat komend jaar weer met die oude lezingen door, dat worden er dit jaar 6. Dat dreigt bijna een compleet jaar op gang te worden. Ik denk dat de volgende cursusjaar zover zijn, dat wordt helemaal apart als jaarcursus gelopen kan worden. Zonder toelatingsexamen, zonder diploma's, maar gewoon iedereen die dat wil volgen, die kan gewoon een jaar op die manier beeld en geluid gaan bestuderen. Met een heel belangrijk aspect, vooral vanuit de kenniskant, want dat is de poging om in ieder geval die kant goed te organiseren. Die vaardighedenkant, dat komt wel. Dus dat heeft op zich een langere lijn nodig om studio's te bouwen. Dat zijn die kanten van de weg. Maar in ieder geval, conceptueel zit die zaak nu op. Vooral door die rare link die nu ook is ontstaan, eigenlijk naar gewoon de hele traditie van de oude muziek recente geschiedenis van de moderne kunst, die willen we namelijk absoluut bijbrengen, want er bestaat namelijk niet een essentieel verschil, vinden wij, tussen mensen die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld de barokinstrumenten, met de technieken die daarbij doen, met het compositorisch denken wat daarover hoort, en de houding die je aanneemt als je met moderne instrumentaria geconfronteerd wordt. Er wordt altijd, kunstmatig is daar een soort scheiding tussen gegroeid van de computerofielen en de klassieke, maar het gaat uiteindelijk gewoon om muziek en het gaat om kunst. Dus zeg maar, als je met ietsje meer distantie de zaak kijkt, en dat is ook absoluut iets wat wij toch willen met het hele ontwikkelen van het denken over de media, om het vooral te laten zien als niet als breuken in het verleden of zoiets van nu gaan we dan eens eventjes met nieuwe middelen een nieuwe toekomst bouwen. Nee, we proberen te laten zien waar nou in die historie ook de lijnen eigenlijk door blijven lopen. Tot slot, een heel nieuw fenomeen, want je kunt zeggen, dat zijn toch wel rare dingen, dat ineens uit het bedrijfsleven, en dat zijn niet de eerste de beste, ik ga nu nog geen namen noemen, omdat we daar, hoewel het een geheim concept, Chanowski, Polygram en Raymond Gave van de Beeldenstorm, die staan nu op de stoel,
met het verzoek of wij een opleiding voor CDV, CDI, Laser Vision en al dat soort zaken van de grond willen trekken. Want het blijkt namelijk dat er wel een heleboel technici rondlopen die goed kunnen programmeren, maar dat heel weinig mensen die de technische vaardigheden hebben, ook voldoende kunstideeën hebben, gewoon ideeën over hoe je vorm moet geven. En een simpel voorbeeldje, als je met computers die moderne ray tracing technieken, dan kun je binnen beelden die je op de computer maakt, driedimensionaal, kun je daar lampjes, spots kun je laten schijnen. Als je nou nooit gewoon lichttechniek voor het theater bestudeerd hebt, en daar niet van af weet, dan kun je ook niet op die computer die lampen zo sturen dat je effecten krijgt die je wil hebben. Dus er is eigenlijk een hele rare omkering aan het ontstaan van juist die mensen die bedrijfsmatig met de ultramoderne media werken, die merken dat eigenlijk het enige wat echt helemaal ontbreekt in die wereld, dat is gewoon artistiek inhoud. En wow, nou zitten ze dus ineens weer gewoon bij die traditionele instellingen en komen daar vragen om bij het, zeg maar, het opkweken van mensen die over een paar jaar voor die bedrijven nog geld kunnen gaan verdienen om daar te zorgen. Nou, dat is een uitdaging waarvan ik absoluut niet weet hoe het af gaat lopen, uiteraard, maar waarvan ik het op zijn minst toch wel heel boeiend vind om dat te melden. Als je dus zegt, maar gewoon dit verhaaltje dan heel kort, hoe snel dat dan in 3 jaar eigenlijk via hele rare koppelpaden toch uitkomt, bij wat je dan in het begin wel degelijk ook voor ogen hebt gehad. Hoe krijg je nou, zeg maar, vanuit die kunsten die media op een of andere manier in je macht? Want dan gaat het om. Tot slot. En dan wil ik even, dus een paar weken terug hebben we daarna een belachelijke discussie gehad over het Nationaal Instituut voor de Mediakunst. Ik vond dat een zeer gênante vertoning, omdat voor het eerst eigenlijk vrijwel iedereen in Nederland die zich met de moderne media en de kunst bezig had aanwezig was. Het zijn ongeveer 200 mensen, waarvan 1/3 ambtenaren en 2/3 mensen die echt ook wat doen. Die waren er allemaal en dan word je geconfronteerd met een van de panels, zoals het dan weer neergezet was, met een paar bobo's van het Kijkhuis, een Montevideo, Time-Based Arts en god weet wat nog meer, de Raad voor de Kunst, geloof ik. Maar dan zijn iedereen in zijn tijd vrij, waren helemaal naar Den Haag gekomen. Dat was een perfecte organisatie, maar inhoudelijk was dit weer een van die type bijeenkomsten zoals we ze heel vaak mee moeten maken, helaas, dat men bij elkaar met juist niet communiceren. Nou, dat was daar precies weer wat aan de hand was. Heel veel informatie werd gewoon niet gegeven en maakt mij een beetje geïrriteerd omdat uiteindelijk dan zo'n discussie weer blijkt te draaien om iets, zeg maar, om een heel oud fenomeen in Nederland, de stedenoorlog tussen Amsterdam en Den Haag. Nou, ik rijd elke dag tegenwoordig tussen Amsterdam en Den Haag en dat is een minuscule afstand als je dat even wat groter wil zien. Ik beschouw zelf die plaatsen als locaties. In de ene locatie slaap ik, in de andere locatie werk ik. En wat die stedelijke politici uithalen, is heel allemaal geen hol. Met name omdat dan in dat soort processen het niet interessant is wie uiteindelijk wint, waar dat instituut komt, maar dat er meteen ook een DDR wordt gesproken over al dit soort plaatsen, waar verdorie dezelfde mensen vaak werken die ook in Amsterdam en Den Haag werken, maar die omdat die kunstinstellingen zo klotig georganiseerd zijn, 5 uur les moeten geven in Enschede, 3 uur in Den Bosch, 2 uur in Maastricht en nog een uurtje in Amsterdam, om aan de kosten te kunnen komen. Ik denk dus zelf dat het probleem een heel ander vlak ligt dan, zeg maar, laat ik zo zeggen dat de oplossingen niet zijn een nieuw instituut voor de mediakunst van de computer. Ik denk dat het vooral van belang is dat mensen die zich werkelijk met die nieuwe media daar op een interessante artistieke manier mee om willen gaan, dat het zeer van belang is dat die in Nederland proberen op zijn minst elkaar eens te beschermen als ze in de relatie treden tot ambtenaren en geldschieters. En niet ten koste van elkaar steeds maar die hele kleine potjes geld proberen te maken. Want het gaat uiteindelijk om zeer weinig geld dat in Nederland in die dingen omgaat. En het zelfs een aantal kunstenaars, wat ik zeg, 200 is natuurlijk eigenlijk geen aantal waar wat je dan ook. Stel je nou voor dat dit allemaal, dat hier iedereen allemaal dat zo'n instituut gaat zitten krijgen. Dat is toch onzin. Bedankt voor uw aandacht. Martin,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Ja. 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 Ja.